Nederlands elftal is begonnen aan de EK-kwalificatie. Vrijdag verloor Oranje met 4-0 van Frankrijk. Een dag voor de wedstrijd moesten 5 spelers van Nederland afhaken vanwege een virusinfectie. En dat leidde tot wilde speculaties over een voedselvergiftiging met Kip Kerry. Nou, hebben we nou verloren door al dat gedoe? Of waren de Fransen gewoon een maatje te groot voor de equipe van Koeman? Ik snap er nu al niks meer van. Het is hoog tijd voor... Avondshow Sportstudio, aangeschoven is onze vaste sportdirecteur Diederik Smit. Ja, Diederik, wat een weekend. Nou, dat kun je wel zeggen. 4-0 verloren van Frankrijk. En vanavond winnen ze dan van Gibraltar, heel knap. Maar vrijdag was natuurlijk, zoals de Fransen zeggen, een démasqué. Of een échec. Of een debacle. Of een absolute cut avant. Maar ja, het was geen vrolijk weekend. En bij Studio Voetbal wilden ze dat nog even benadrukken. Goedenavond, welkom bij Studio Voetbal in het Interland Weekend. Er wordt al gelachen, waarom wordt er gelachen? Je werkt voor NOS Sport, waarom wordt er gelachen? Ik begrijp het even niet. Wel leuk om die angstcultuur ook een keer voor de schermen te zien. Leuk, hè? Ja. Goed, voor we het over die wedstrijd tegen Frankrijk gaan hebben... moeten we misschien eerst even dat Kip Kerry-verhaal ophelderen. Ja. Woensdag had de selectie Kip Kerry gegeten. 5 spelers werden ziek, dus iedereen dacht... dat ligt aan die Kip Kerry. Ja, dat dachten veel mensen, want wat was er eerder? De kip of de wanprestatie? De kip. Ja. Maar de medische staf die heeft het allemaal onderzocht... en die zegt het was buikgriep en geen voedselvergiftiging. En dat klinkt ook wel logisch, want er heerst buikgriep in Nederland. Ze waren al een paar dagen bij elkaar. Sommigen voelden zich eerder al niet lekker. Dus het lag echt zeer waarschijnlijk niet aan de Kip Kerry. Nee, maar de Telegraaf was vrij stellig. Die schreef meteen Kip Kerry veld oranje vijftal. Ja. En dat is waarschijnlijk dus niet waar... maar dat maakte verder niet meer uit, want vervolgens kregen we dit. De Telegraaf wacht het bericht dat het te maken zou hebben gehad met Kip Kerry. Een voedselvergiftiging door een gemene Kip Kerry. Een Kip Kerry die verkeerd is gevallen. We schakelen even live naar Parijs en gaan geruchten over een bedorven Kip Kerry. Was de Kip Kerry nou de boosdoener? Nou, er zijn nu 5 weggevallen door, Kip Kerry. Goedenavond, straks op 1. Was het Kip Kerry of toch niet? Ja, niet dus. Nee. Nee. Maar ja, dit is dus trial by media. Hè? Want die Kip Kerry die kan zich niet verdedigen. Ja. Net als het Nederlands elftal trouwens. Ja, ik vind dit wel een beetje makkelijk. En ook heel terecht. Want Nederland begon heel slecht aan die wedstrijd. Na 20 minuten stond het 3-0. En dat was de snelste 3-0 achterstand sinds 1919... toen hadden ze de avond ervoor nasi goreng gegeten. Dat was toen nog een binnenlands gerecht. Ja, ja. Inderdaad. Moeten we even wat beelden laten zien van de wedstrijd van vrijdag? Nou, dat is dus misschien een beetje te heftig. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar het is echt heel naar. Mm. Wat wel kan, is een reactievideo. Dus beelden van mensen die kijken naar de wedstrijd. Oh ja. Dat zegt vaak al genoeg. Dit zijn 2 broers en vooral de linker heeft het zwaar. Ik haal ze dus altijd door elkaar. Welke is nou Ronald en welke is Frank? Ronald is Ronald en Frank is Erwin. Oh ja, het is handig, een ezelsbruggetje, ja. Maar hoe kon het dat Nederland zo slecht was? Want waar lag het nou aan? Nou, het begon al met de datum. Het was vrijdag namelijk 24 maart, de sterfdag van Johan Cruijff. En Oranje heeft nu 3 keer een wedstrijd gespeeld op de sterfdag van Johan Cruijff. Alle 3 verloren. Een 4-0 nederlaag tegen Frankrijk... een 4-2-nederlaag tegen Turkije en een 3-2-nederlaag tegen Duitsland. Wauw, dit is gewoon de vloek van Cruijff. Moeten ze daar iets mee? Nou, ik denk dat de KNVB moet regelen... dat we nooit meer op die datum hoeven te spelen. Want Johan Cruijff zou zeggen, je hebt 1 sterfdag... dan heb je dus 364 dagen over wie niet op die dag valt. En een wedstrijd wie je niet speelt, kun je ook niet verliezen. Ja, maar lag het alleen aan de datum? Nee, het ontbrak ook gewoon aan geloof. Niet alleen bij de spelers, maar bij ons allemaal. Er was een moment in de 82e minuut. Het stond nog 3-0 en toen was dit te zien op NPO 1... terwijl de wedstrijd dus nog bezig was. Dat allemaal in het late NOS-journaal. U krijgt dan ook de reacties op het aanstaande verlies van Oranje tegen Frankrijk. Nou ja, zeg. Ik vind dit zo erg. Er waren op dat moment nog 10 minuten te spelen. Stel, je bent Memphis Depay. Dan hoor je in de 82e minuut... laat maar, Memphis, je hoeft geen hattrick meer te maken. Het is al op het journaal geweest dat je gaat verliezen. Ja, want hij mocht nog een penalty nemen. Ja, toch? Na dit moment mocht hij nog een penalty nemen. En toen zag je ook dat dat journaal in zijn hoofd was gaan zitten. Je krijgt dan ook de reacties op het aanstaande verlies van Oranje tegen Frankrijk.
De aanstaande verlies van Oranje tegen Frankrijk. Verlies van Oranje tegen Frankrijk. Verlies van Oranje tegen Frankrijk. En Meijer stopt. En Meijer stopt nog eens. Dankjewel, Winfried Baaiens. Ja. Ik had trouwens nog een vraag over deze penalty. Ja? Waarom ging die keeper vlak voor Memphis Depay zijn neus staan snuiten? Hier, kijk maar. Depay kan zijn 44ste gaan binnenschieten. Dat is toch super goor? Ja, maar dat is dus het uitgekookte van die Fransen. Want in twee hoeken ligt nu snot. Dus Memphis kan hem niet meer laag over de grond in een van die hoeken schieten. Want dan gaat de bal door het snot. Oh ja, en ja, dat wil je niet hebben natuurlijk. Nee. Want ze zijn bij Oranje al zo vatbaar voor virussen. Ja. Ja, ik zie de Telegraafkop al voor me. Nederlands elftal geveld door Kiep Smurrie. Ja. Dat wil je niet. Nee. Was er ook nog een lichtpuntje? Tot de 1-0 speelde Nederland eigenlijk heel goed. Dat was wel echt zo. In de eerste 115 seconden waren ze veel beter dan Frankrijk. Hier, dit is bij de aftrap. En nou, dan zie je het ook. De Fransen volledig teruggedrongen op eigen helft. Dit was eigenlijk de beste fase van het Nederlands elftal. Maar goed, toen begon de wedstrijd. En ja, in die eerste minuut was Oranje ijzersterk. De Fransen die kwamen er gewoon niet aan te pas. Frankrijk heeft niet één keer de bal gehad in deze fase. Het was Nederland dat de bal rustig rondspeelde. Dominant, driehoekjes, vierkantjes, alles erop en eraan. Tiki-taka, piri-piri, het was gewoon genieten. En ja, eigenlijk hier had Frankrijk pas voor het eerst de bal. Maar meteen daarna, hup, veroverden we de bal weer terug. We dicteerden het spel. En dit was gewoon een genot om naar te kijken. Oranje oppermachtig in Parijs. En ja, hier komen ze dan vast voor het eerst wat langer in balbezit. Dan kwamen ze geleidelijk wat beter in de wedstrijd. En nou ja, goed, toen was het ook wel meteen raak. En daarna hebben we Nederland niet meer gezien. Maar in die openingsfase waren ze echt heer en meester. Ja, goed. Na afloop iedereen teleurgesteld natuurlijk. Jij wilde iets laten zien van Marten de Roon? Ja, die had het over balverlies. Want er zijn plekken op het veld waar balverlies echt meteen dodelijk is. En plekken waar het wat minder uitmaakt als je de bal kwijtraakt. Nee, ja, het was juist van als je de bal verliest, verlies hem hoog. En verlies hem achter hun verdediging, zodat je goed staat. Ja, als je de bal verliest, verlies hem dan achter hun verdediging. Dat klinkt leuk. Ja. Maar als je achter de verdediging van de Fransen staat, dan sta je dus oog in oog met de keeper. En dat lijkt mij geen handige plek om de bal te verliezen. Nee, maar denk je echt dat hij dat bedoelde? Nou ja, dit was in elk geval wel een afspraak waar ze zich aan hielden. We kunnen even kijken naar Steven Berghuis. Steven Berghuis die heeft hier de bal achter de Franse verdediging. Dus hij weet, dit is een plek waar ik de bal mag verliezen. Nou, en je ziet ook dat hij dat keurig netjes doet. Precies zoals afgesproken. Ja, hier is op getraind, dat kun je zien. Ja. En het was ook de eerste wedstrijd weer van Ronald Koeman. Hij is terug als bondscoach. Ja. Is hij het kwijt, denk jij? Nou ja, hij is in ieder geval wel de naam van een van zijn spelers kwijt. Namelijk die van Brian Brobbey. Dit is hem, Brian Brobbey. Brian Brobbey heet Brian Brobbey. De naam Brobbey spreek je uit met een O. Dus eigenlijk een beetje zoals je het schrijft. Ja, dus Brobbey. Brobbey. Maar ik heb de keuze gemaakt op Brobbey, omdat ik Brobbey 10 dagen wil zien. De selectie van Brobbey geeft een beetje aan... We hebben ook met een Brobbey aan de zijkant getraind. Met Brobbey, toch? Of niet? Ja, met Brobbey hebben we dat ook gedaan. Dus. Ja, Brobbey hebben we ook nog. Ja. Dus hij denkt dat hij een Brobbey en een Brobbey heeft. Blijkbaar, ja. Dus ja, ik maak me wel een beetje zorgen. Want ze hebben gewoon een bondscoach die de meest willekeurige woorden uitspreekt met een E. Ja, ik snap nu ook wel waarom hij niet ziek is geworden van die kipcurry. Hoe bedoel je? Nou, hij zei tegen de kok, doe mij maar kipcurry. Maar het lag dus niet aan de kipcurry. Oké, ik weet het. Dankjewel, Diederik Smit. En tot zover. Mijn volgende gast groeide op in Schotland. Hij spreekt 17 talen en hij is helaas verhinderd. Geef mij de gelegenheid om te zeggen dat de hele uitzending van de avondshow terug te kijken is op NPO Start.